aan het doen? Ik ben aan het voelen wat dat zo'n hard pak is, maar dat ik is niet Ik dacht dat we meteen onze gasten hier zo wat bepampelen. Nee. Het is Frederik, welkom. Hallo. Bij The Big Life, want jij gaat ons leren zwaard vechten, want ik ga jullie naar mijn degen regelen en zo. Sean, dat is geen degen, dat is een sabel. Is dat zo? Ja, inderdaad, ze heeft gelijk. We hebben drie, in het scherm bestaan er drie wapens, sabel, degen en floret. Die staan daar. Oh, wat is het verschil met Frederik? Sabel, degen en floret. Ja, sabel en degen en floret zijn steekwapens. Dat zijn deze twee. Je ziet dat er daar een puntje op zit. Puntje induwen, punt, je hebt een punt. En wat is het verschil tussen puntje de twee? Deze is een wapen, een oefenwapen dat ontwikkeld is in de Renaissance. Dat is daarna, dat was een voorbereidingwapen voor de rapier, die dan een degen geworden is. Dat is eigenlijk een echt wedstrijdwapen. Dit is dan een sabel? Dit is een degen. Dit is een sabel. Wat ik vast heb is een sabel, dat is een slag- en steekwapen. Dus je mag doen wat je wilt, slaan, steken, zolang dat je boven de gordel blijft. Heel belangrijk voor u, zolang dat zij boven de gordel blijft. Dus neem het voor want voor u is dat niet zo. Ja, maar ja, vrouwen hebben echt die neiging om naar de zwakkere delen van de man te gaan. Dus ja, ik dacht pas dat al. Daar mee op. Zeker ja, maar we hebben hier ook twee zwakke delen, dus dat is niet eerlijk. Ja, alright. Dat valt meer mee dan maar dus, daar in een stuk hoor. Maar even serieus, het is toegelaten in het schermen om dus zo ook te steken, maar ook een klopje tegen. Bij sabel moet je slaan en steken. En bij degen moet je enkel steken. Ja, overal. Oh. Alles boven de gordel. Bij degen moet je zelf over het hele lichaam gaan. Ja, moet maar gaat zo gaat zoiets aan hebben waardoor dat je ogen beschermd zijn. Okay. Maar dit is toch niet hard zoals ik daarnet al voelde? Dit is nogthans Kevlar. Dat is hetzelfde materiaal als een kogelvrije vest. Dus je gaat daar niet door geraken. Okay. Moet geen schrik hebben. En het doet ook geen pijn. Je hebt niet overal van die steken. Nee. Ik doe dat als beroep, teambuilding, scherming geven aan bedrijven. En ik heb nog nooit geen accidenten meegemaakt. Ik zou zeggen, maak even reclame voor je bedrijfje. Oké, ik ben dus Action Maker, een teambuildingbedrijf dat vooral samenwerkt met grotere evenementbureaus als Eventmasters, Moodmakers. Bij deze. En ik kan hem dus boeken. Ja, doe jij ook wedstrijden zelf en zo? Ik scherm nog wedstrijden, maar dat is iets minder omdat ik internationaal scheidsrechter ben. En er zijn weinig internationaal scheidsrechters. Dus ik zit elk weekend in het buitenland voor te gaan scheidsen. Maar jongens, ik wil dat net vragen van schermen. Hoe groot is dat eigenlijk? Want ja, je ziet veel meer voetbal op tv of tennis of wielrennen dan schermen natuurlijk eigenlijk. Hè? In België is schermen klein. Er zijn 1500 mensen die dat doen in België. Maar in het buitenland, vooral in de voormalige hostbloklanden, is dat echt wel groot. We hebben nu 2K in Parijs volgende week. En daar is Palais des Expositions is helemaal afgehuurd daarvoor. Dus dat en dat doe jij dan? Daar ga je mee doen? Ik ga daar naartoe. Ik ben nog geen scheidsrechter daar, omdat voor 2K wordt uitgekozen en ik ben nog iets te jong daarvoor. Maar dat zit er wel aan te komen dat dat een van de volgende jaren aan de gaat top, zijn. Eigenlijk. Ja, top van België sowieso. En dan nu ben ik internationaal ook aan het doorbreken. Oh man, zo straf. We hebben jou gewoon in de house. Oh, ja, we staan hier nu buiten, want we hebben natuurlijk plek nodig hè, om hier een wedstrijd te doen. Deze moet je vasthouden, want die ga je niet gebruiken. Dus ik mag, met deze mag ik steken en slaan en gewoon, alles wat ik wil. Alles wat je wilt op hem, gaat ervoor. Yo, hey, jongens. Zolang dat je boven zijn gordel blijft, laat ik alles toe. Mag ik eens kijken wat hij hier gordel rustig op. Niets van, niets, dat gaan wij niet doen. Ik zie dat jij daar ook pakken bij hebt, Frederik, dus die mogen wij... die aandoen en dan moet je beginnen. Hè. Alright. Dus we hebben wel even tijd nodig, want ik ga mij zo niet omkleden op de tv zo direct. Hè, maar... Eline. Nee? En bij mij is dat dan... Omgekeerde van een zet, Shano. Dat is van Zorro. Goed, ik ben er helemaal klaar voor jij ook, Eline. Altijd. Laten we de sabels kruisen, of de floret, of hell de... Yeah, wat wij ook vast hebben, dit is van de Renaissance. Ik heb de oudste, dus ik ga winnen, Ja, jij bent de oudste, dus dat wil ook zeggen Frederik, dat je al het meest versleten bent, hè. Frederik, jij gaat dat hier dan jureren. Ja. Alright. Alright, welkom terug bij The Big Life. We zien er een beetje speciaal uit. Wij hebben ons al helemaal in onze scherm outfit klaargemaakt voor de maanlanding. Nee, maar dat is onze scherm outfit, Sean. Ah, oké, ja, dat weet ik wel natuurlijk. Maar... Zeg Frederik, wat hebben wij... Ja, bij mij ook mijn haar hangt al voor mijn ogen. Zeg Frederik, wat hebben we eigenlijk allemaal aan nu? Oké, jullie hebben een broek aan, een schermbroek, hetzelfde ook Kevlar. Jullie hebben een vest aan, een elektrische vest, dus dat is deze vest. Omdat straks gaan wij jullie op stroom steken, dan gaan we op dat apparaat daar zien wanneer dat ze u treffen. Jullie... Excuseer, ga ik stroomstoten krijgen? Nee, je gaat geen stroomstoten krijgen. Allee, behalve als je heel erg hard doorslaat. Daar gaat het dan op het apparaat zien wanneer dat ze u treffen. Dus dat gaan we direct allemaal in gang steken. Je hebt ook een masker aan, speciaal voor tv, een masker met vizier, zodat wij kunnen zien hoe gekke bekken dat jullie trekken als jullie aan het schermen zijn. Oh-oh! Ik stel voor dat we eraan beginnen, maar hoe moet dat net? Hoe moet dat net? Ah, wel, dat ga ik zobiet uitleggen. Ik ga jullie een wapen geven, we gaan het apparaat aanzetten en dan ga ik jullie heel even voortonen hoe dat je moet bewegen. En dan zou ik zeggen, ga er maar voor en dat de beste mogen winnen. Alright. Dat is met een apparaat. Ja, ja.
apparaat staat daar, hè. Oké, en wat doet dat apparaat? Dat apparaat gaat zeggen, van als dat je getroffen bent, gaat dat een lamp geven en ga ik weten wie dat er gewonnen heeft. All right. Is dat niet zo aan een rekker, hè? Ja, ik ik heb dat al gevoeld rond mijn benen ook. Geen rekker? Ah, jawel. Toch wel daar. Ik heb dat wel, maar die zit dan zo rond mijn benen gedraaid, precies. Ja, je moet alleen vooruit en achteruit bewegen, hè. Normaal is een piste 14 meter lang, hier hebben we iets beperkter. Dus wees voorzichtig. Eline, ik zou zeggen, als je hem in de planten krijgt, krijg je van mij een extra punt. Oké! Mag ik daar ook gewoon mijn handen gebruiken en duwen tot hij valt? Nee. Spijt genoeg niet. Je moet enkel uw wapen gebruiken. Spijtig. Oké, dus enkel wapen gebruiken, niet stampen en zo. Okay. Munk, alright? Mijn haar hangt al voor mijn ogen, dus ik moet een beetje mijn sexy movejes bovenhalen. Whip your hair. I whip my hair, hè. Frederik, ik ga de microfoon aan jou geven, dat wij jou kunnen horen jureren, want wij gaan vooral met onze warface on elkaar bevechten. Oké, bedankt. Je mocht allemaal uw wapen kiezen. Kies maar. Ik kies dit. Ladies first, hè. Ik kies even wachten. Dat lang kies ik natuurlijk. Deze. Oké, alsjeblieft. Ja. Nu, je hebt... Dat gaat toch geen... Sean gaat mij toch geen pijn doen, hè? Niet te veel. Okay. Ups. Brek af en met Frederik zijn poep, zeg. Wacht. Helemaal. Braaf zijn, hè. Scheidsrechter heeft altijd gelijk. Nee. Kijk, dat is al perfect gedemonstreerd. Eline heeft getroffen. Aha. Wacht. Terug. Stel u. Gij stelt u hier. Gij stelt u daar. Ja, maar daarvoor dient die cookie. Dus je gaat dat zo vasthouden. En dan gaat het niet snel worden op je vingers. Ik ga even aan uw kabel trekken. Oké. Okay. Ja. Op het moment dat ik ga zeggen stelling klaar trek, op de trek mogen je vertrekken en mogen je elkaar slaan. Wees voorzichtig en beland dus, probeer dus niet in de planten te belanden. Oké, okay. Staat jij u daar? Staat jij daar? Ja. Oké, okay. Nog één ding. Een schermer die loopt niet normaal, dus die lopen niet zo. Je zet altijd uw ene voet voor u. Ja. Stel u met uw rechtervoet. Oké, okay, dat trekt er al redelijk goed op, hè. Rechtervoet voor, linkervoet erachter. En dan ongeveer een voet ertussen. En goed diep zitten, goed doorbuigen. Ja. Wacht, uw vriem langt los, jong. Dat is uw bretel die niet goed vasthangt. Sjaan, ik moet even zeggen dat mijn neus zit. Spijtig. Sjaan, ik moet even zeggen dat het er onwaarschijnlijk sexy uitziet. Oké, okay, ik zou voorstellen dat we eraan beginnen. Als Sjaan zijn neus... We gaan schermen op 5 treffers. Normaal wordt er in een voorronde geschermd op 5 treffers en in een rechtstreeks uitschakeling op 15 treffers. Ik zou voorstellen dat we 5 treffers doen. Gaan we voor 5 treffers? Oké. Okay. Stelling. Klaar. Trek, doe maar. Alt. Aval van Sean heeft 1-0. Oké. Okay. Stelling. Klaar. Trek. Alt. Wacht. Je moet alleen vooruit en achteruit. Niet opzij, want het is te gevaarlijk, hè. Stelling. Klaar. Trek. Alt. Aanval van Sean. 2-0 voor Sean. Tja, jong. Gaat ervoor. Stelling. Klaar. Trek. Allee, Eline. Aanval is de beste verdediging. Alt. Aanval van Eline. 2-1. Stelling. Klaar. Trek. Alt. Aanval van Eline. 2-2. Zie je wel? Aanval. Stelling. Klaar. Trek. Alt. Aanval van Sean. 3-2 voor Sean. Ja, zij zijn al moe, jong. Allee, ga het toch niet laten doen, hè. Stelling. Klaar. Trek! Alt, aanval van Sean. 4-2. Ah, Eline, laat u niet doen, hè. Kom aan, gaat ervoor. Stelling, klaar, trek! Alt, aanval van Eline. Goed aan, Eline. 4-3. Stelling, klaar. 4-3. Stelling, klaar, trek! Ah, Eline, kom aan, gaat ervoor. Alt, aanval van Eline, 4-4.
Oké, omdat we nu op 4-4 zitten, gaan we elkaar groeten. Wegen sportiviteit. Schermen is een heel sportieve sport. En hoe gaan we dat doen? We brengen onze sabel naar onze neus. En we laten dat vallen voor ons. Ja, we moeten dat wel vast blijven houden, hè. Man. Oké, we gaan er terug aan benen. Laatste treffer. Spanning alom. Stelling. Klaar. Trek. Alt. Aanval. Niet. Aanval. Treft. Punt. Eline heeft gewonnen. Ja! 5-4 voor Eline. Ik groet u daartuin. Ja, ik ben verloren, hè. 5-4. Dat is duidelijk. Wat heb ik fout gedaan, Frederik? Wat heb je fout gedaan? Je bent een beetje te vol zelfvertrouwen. Je was niet sterk genoeg, Sean. Shit. En hoe voel je daar nu bij? Ik voel mij fantastisch. Als iemand met mij wil vechten, I'll beat you. I'll kick some ass. Maar het pakt niet uit. Nog een punt voor mij. Maar hoe werkt dat eigenlijk, Frederik? Want ik raak nu Eline aan, maar dan geeft dat dan elektrische... Ja, dus je bent verbonden met die rekker aan dat apparaat en daar gaat er een lampje verschijnen. Enorm straf. Als je camera kijkt, dan kunnen we... In mijn oog? Ja, uw kabel. Je zit dus vast met kabels, hè. Ja, alright. Frederik, bedankt voor deze initiatie. Ik ga u even een hand geven. Okay. Ja, en ik ga u natuurlijk groeten. Dank u wel. En een linkerhand. De ongewapende hand. Ik ga u groeten met de linkerhand en een micro en een degen. Het is hier niets gemakkelijk. Hola. Veel succes volgende week, hè. Dank u wel. Ja, inderdaad. Veel succes. En bedankt om mij dat zo goed uit te leggen dat ik Sean weer al eens heb kunnen verslaan. Wij gaan nu gaan douchen. Ah nee, shit, daar hebben we geen tijd voor. Oké, tot straks tijdens de Big Life nog steeds met een stinkende VJ Sean. En ook Eline.